Oud en nieuw is geweest, dus de kerstbomen die vliegen de deur uit. En veel mensen leggen ze langs de weg. Maar hier in Mook hebben ze iets gezelligers bedacht. We hebben een kerstboomverbranding georganiseerd. Dat wordt elk jaar gedaan eigenlijk hier, al een aantal jaar. Dat is een soort traditie. En dan mogen mensen hun kerstboom hier naartoe brengen. Krijgen ze een lotje, hebben we daarna een loterij en dan kun je prijzen winnen. Vooral voor de kinderen is het ieder jaar weer iets om naar uit te kijken. Ze halen de bomen op langs de deuren en brengen deze vervolgens naar het scoutingterrein, waar de brandweer de bomen gecontroleerd in brand zet. Ja, jij hebt ook kerstbomen ingezameld, toch? Ja. Hoeveel heb je er ingezameld? 34. Hoe heb je dat aangepakt? Nou, ik ben samen met mijn zus met een spanband gewoon ben ik gaan slepen. Met een lang touw achter de auto, hè? Ja. Ja, dat was cool, hè? Ja, we gingen super in de hard in de klep zitten. Door het hele dorp? Door het hele dorp heen gereden, hè? Een paar keer. Zo. 4 keer moesten we rijden voordat we alle kerstbomen bij de kerk hadden. Natuurlijk leveren ook wij een kleine bijdrage. Nou, deze mag ik ook nog op. Dank je wel. Als de meeste kerstbomen in de as liggen, is het tijd voor de loterij. En daar zijn aardig wat leuke prijsjes te winnen. Potten met snoep, cadeaubonnen voor de bioscoop, voor binnen speeltuinen, voor een restaurant, voor een bowlingbaan. Maar ook een voetbal bijvoorbeeld, ander soort speelgoed. Dus heel uiteenlopend eigenlijk. Uiteindelijk gaan de meeste kinderen wel met een prijsje naar huis. Maar je hebt natuurlijk altijd baas boven baas. Ja, ik zag dat jullie heel veel hebben gewonnen. Wat zit er allemaal in de tas? Nou, wij hebben twee pakken potloden. Twee bioscoopbonnen en En hoeveel bomen hebben jullie daarvoor wel niet opgehaald? 13 hebben we erop gehaald en daar hebben we 31 loodjes van gekregen. Wat Mook betreft blijft deze traditie nog lang in stand. Toch blijft het spannend of dit ook volgend jaar weer georganiseerd kan worden. Dat is altijd twijfelachtig, want in omliggende gemeentes is het afgeschaft. Hier mochten we tot nu toe wel doen, maar of het volgend jaar weer mag, ja, dat moeten we afwachten. We krijgen een nieuwe burgemeester, dus dat weet je nooit. Maar het was net in ieder geval heel gezellig. En vonden jullie het leuk? Moet dat volgend jaar ook weer? Ja! Oké, dan zullen we het natuurlijk.